De Waalkade in Nijmegen is maandagavond om 6 uur afgesloten voor alle verkeer, inclusief het openbaar vervoer. De verwachting is dat dinsdagmorgen de Waalkade gaat onderlopen. De hoogste waterstand wordt verwacht in de nacht van dinsdag op woensdag. In eerste instantie zou de Waalkade zondag al afgesloten worden, maar dat werd uitgesteld omdat Rijkswaterstaat de verwachte waterstand naar beneden had bijgesteld. Per dag werd bekeken of het afsluiten van de kade nodig is.